helemaal gek zijn op iets of iemand. Je bent het of je bent het niet. Tis Wat gaat op bezoek bij de echte over de top bewonderaars in Fans. Patricia is 27 en al vanaf de basisschool een mega fan van ADO Den Haag. Ja, sjaaltjes. Dit zijn allemaal Den Haag shirts. Ja, eigenlijk als ik aan ADO denk, denk ik eigenlijk aan mijn grootste liefde. Maar ik heb hem natuurlijk vernoemd naar de voetbalclub. ADO, dat is van bed. ADO, kom. Hij staat ook met al die spelers op de foto, dus hij is wel een trouwe supporter. Kom maar. Ik vind ADO Den Haag helemaal geweldig, maar ik heb één favoriete speler en dat is Wesley Voelk. Ik vind het een goede speler en ik heb een lekker kontje. Over lekkere kontjes gesproken. Patricia heeft met die van haar haar beroep gemaakt. Ja, ik doe het gewoon vanuit huis. Vanuit deze rommelkamer werkt ze al 4 jaar als erotisch webcam girl. Dat is mijn website. En dan komen al mensen binnen. Patricia heeft inmiddels veel fans die allemaal 80 eurocent per minuut betalen om wat lichaamsdelen van haar te zien. Nou, iemand zit nu een one-to-one gesprek. Dan vraagt hij of hij mijn buik mag zien. Ik heb in het leger gezeten en toen deed ik ook, had ik ook op mijn website erbij. Het is totaal iets anders dan dit. Ik heb geen 9 tot 5 baden, omdat ik dat niet vol kan houden. Ik wil gewoon mijn eigen tijden indelen. En met dit werk is dat goed te combineren. Dan kan ik ook gewoon naar de training wanneer ik wil. ADO, ga je naar de training kijken? Ja. Hey, Patrice. Haar beroep is onder de meeste fans geen geheim. Hoe ieder iemand zijn centen verdient. Ik was vroeger inbreker. Kwam je ook online? Nee, is te duur, man. Ik zie haar toch hier bij training. Ik denk dat er ook wel een aantal Haag-supporters bij haar komen kijken, die inloggen. Ja, ik heb ook wel bekenden die al zeggen van nou, ik zie je wel weer op Midden-Noord. Ja, en ik weet bij god niet wie ze zijn. En niet alleen supporters, er zijn misschien een paar spelers van Den Haag ook. Volgens mij weet het hele team dat wel. En iedereen is van Patricia van harte welkom om te komen kijken. Behalve één speler. Haar geliefde Wesley Verhoek. Ja, daar ben ik veel te verlegen voor. Ja. Als ik hem op het trainingsveld zie, dan klop ik al dicht. Ja, de stoere Patricia wordt een verlegen schoolmeisje als ze in de buurt van Wesley komt. En? Met andere mannen heb je geen probleem. Ja, nee, daar praat ik makkelijk mee, maar met hem, maar ja. Voorlopig lijkt het dat de enige liefde in Patricia's leven toch ADO blijft. Morgen in de serie Fans, de grootste Tolkien-fan van Nederland. Als je denkt van, ik wil toch echt in de bal van de ring in het Russisch hebben, dan heb ik dat ook.